Na een middag, het is nu dinsdagavond 7:15, waarin mijn sporthart bonsde als nooit tevoren. Na 2 gouden medailles, na prestaties van formaat van de volleybaldames, maar ook van Alice Lichtlee, maar vooral ook die handbalmeiden, zit hier naast mij iemand die ook wat met handbal heeft. Is dat zo, Roland? Mijn vrouw heeft gehandbald, ja. Daar hoef je helemaal niet bescheiden over te doen. En die heeft op een behoorlijk niveau gehandbald. Ja, die heeft behoorlijk tijd Eredivisie gehandbald. Jong Oranje. En volgens mij heeft ze 1 interland gespeeld. Ik weet niet helemaal zeker. Maar dus heb je er wat extra's mee, ook als je die meiden daar tegen Brazilië ziet spelen? Ja, wij volgen het wel thuis. En ik heb zelf ook veel Eredivisie handbal bekeken destijds. Dus wij vinden dat wel heel mooi, ja. Volg jij dat ook intensief, zo'n groepsproces, zodat je er ook wat aan kan hebben voor je eigen vak? Nou, destijds toen mijn vrouw nog handbalde, toen heb ik wel inderdaad wel veel aan haar gevraagd van hoe dat dan gaat bij vrouwen. En hoe dat gaat in conflicten en dat soort dingen, daar ben ik altijd wel in geïnteresseerd. Vrouwen zijn anders dan mannen natuurlijk. Hè. En, dus dat gaat ook op een andere manier. Maar daar kun je ook wel van leren. Zij destijds een hele harde trainster. Die het op een hele best wel harde manier allemaal aanpakte. Maar daardoor hadden ze wel een bepaalde mentaliteit, die meiden. En dat was ook wel interessant om daar wat van mee te pikken. En nou heb jij natuurlijk onder je hoede ook een stel mannen. En daar is ook sprake van een groepsproces. Verleden jaar ben je hier begonnen. En toen vond ik je nog niet heel erg aanwezig. Maar als ik de trainingen van jou nu zie en hoe je met die groep ook bezig bent, dan is dat wel een proces. Dat weet ik niet. Zo ervaar ik het niet echt zelf, hoor. Ik denk dat ik gewoon mezelf ben. En de ene keer wat aanweziger als de andere keer. Dus over het algemeen redelijk rustig. Maar soms wil je ook snel dingen in gang zetten en dingen bereiken. Soms moet het ook heel dwingend zijn om iets te behalen. Dan ben je de ene keer wat meer aanwezig dan de andere keer. Ja. En dat dwingende was natuurlijk zaterdag in die eerste competitiewedstrijd tegen Jong Volendam duidelijk aanwezig. En dan toch presteren met de groep. Ja, kijk, wat wij gewoon vooraf, wij wisten bijna niks. Hè? Dus we hadden wel de tegenstander bekeken. Maar we weten ook nog niet heel veel over de sterkte van de competitie. Dus we hebben ook gewoon met elkaar afgesproken dat we gewoon de eerste periode gewoon moeten knallen. Van wedstrijd tot wedstrijd proberen om de volle winst te halen. Dat klinkt wel een beetje als een cliché, maar ja, meer kunnen we niet doen. Dus je kan wel allerlei doelstellingen gaan uitspreken, maar je hebt nog niet heel veel informatie. En dan is het natuurlijk wel heel prettig dat je gewoon direct met 3 punten begint. Dat is wel lekker om daarop door te bouwen. Zeker, zeker. En een van die dingen die mij opvalt, als ik het heb over een groepsproces, dat is natuurlijk dat er op een gegeven moment ook een aanvoerder in het veld moet staan. Nou is Edmund Mijnheer geblesseerd. Ik neem aan dat hij nog steeds eerste aanvoerder was. Maar jullie hebben nu Maurice de Ruiter als aanvoerder. En ik kan het zien in zijn spel. Ja, kijk, je gaat elk jaar ga je weer kijken van hoe ga je dat samenstellen. En vorig jaar hadden wij een groepje met wat meerdere aanvoerders, een soort klankbordgroep. Alleen daarin hebben we wat pech gehad dat daar eigenlijk best wel veel geblesseerde spelers uiteindelijk in zaten in dat groepje. En dat resulteert dan weer in dat je weer wat moet wisselen of je krijgt te weinig informatie en daar kan niemand wat aan doen. Dus eigenlijk voor dit jaar hebben we als eerste gezegd van we moeten wel gewoon zorgen dat wij aanvoerders hebben die waarvan we zeker weten bij de start van de competitie dat ze A fit zijn en B een basisplek hebben. Ik heb Maurice zelden zo fit gezien en ook zo gretig. Nou, wij hebben eigenlijk gekeken naar van wat willen we bereiken met een aanvoerder. En ik denk dat wij jongens zijn heel resultaatgericht, dus willen heel graag resultaat halen. En ik denk dat Maurice bijvoorbeeld een speler is die bijvoorbeeld best wel een stempel kan drukken op het resultaat. Als individu alleen al. En ook anderen daarmee op sleeptouw kan nemen. Dus dat is ook een beetje onze keuze geweest.
eerste drie punten zijn binnen en dat geeft natuurlijk een bak zelfvertrouwen. Ik neem aan dat Jong Groningen afgelopen zaterdag is bekeken. Ja, klopt. Ja. De tegenstander, de aanstaande tegenstander, wat is het typische van die ploeg? Weet je dat al of niet? Toevallig heb ik vanmiddag de analyse binnengekregen. Nog niet van A tot Z doorgelezen, even globaal. Ja, ik denk dat we een beetje hetzelfde kunnen verwachten als afgelopen zaterdag. In ieder geval een beetje dezelfde speelstijl. Ik denk dat we op dezelfde punten wel onze winst kunnen behalen. Maar goed, ja, hun weten nu ook wat er gevraagd wordt. En hun hebben ook een wedstrijd achter hun rug met ervaring uit Bescheveningen. En ik denk dat wij wel totaal anders spelen als Scheveningen. Dus dat is voor hun dus ook weer anders. En nou ja, voor de rest is voor ons super belangrijk nu om gewoon een goede start te maken, om dat door te trekken. Als coach moet je ook een beetje door de grond zijn gegaan bij die 2-1 voorsprong toen die het bekende wisselmoment. Ja, dat was allemaal niet gelukkig. En eigenlijk, als ik erover nadenk, dan weet ik nog steeds eigenlijk niet hoe dat gegaan is. Want eigenlijk wisselen we nooit bij een hoekschop verdedigend. Alleen normaal heb je dus een vierde official. En dan geef je bij de vierde official geef je aan van nu gaan we wisselen. En dan vraagt hij meestal terug aan mij van dit is het moment, wil je nu wisselen? Kijk, en als er dan normale corner is, dan zeg ik altijd van nee, nu niet. Alleen nu wou ik dus wisselen. En toen viel Heiko ook nog geblesseerd uit op dat moment. Dus moest ik een dubbele wissel doen. En al met al was hij zo druk bezig met die wissels. Dat op een gegeven moment die beste man zegt, ja, nu kunnen ze erin. En toen was het dus net een corner verdedigend. En toen pakten we door. En we konden ook niet meer terug. Maar, we hebben heel duidelijke afspraken ook met corners. Dus natuurlijk, ik was ook kritisch naar mezelf toe. Het is een klote moment. Maar aan de andere kant zijn we ook heel duidelijk in de corners geweest. Wie wat doet. En daar laten we ook een steekje vallen. Wie wat doet, daar heb je natuurlijk uitgebreid met de groep over gesproken. En is dat eruit gekomen afgelopen zaterdag? Hebben ze zich aan die opdracht gehouden? Nou, voornamelijk Sean en Aard, die houden zich voornamelijk bezig met alle standaard situaties. Die proberen dat trainbaar te maken door te bespreken met die jongens. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Dat is ook een proces natuurlijk, want je moet steeds beter worden daarin. Je moet eerst een klein beetje weten van wat wordt een beetje het geraamte van je elftal. En uiteindelijk ga je heel specifiek daarmee bezig. En we krijgen er zaterdag één tegen. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd een keer. We hebben ook vrij veel corners gehad. We moeten daar weer van leren, want het was natuurlijk een pijnlijk moment. Ook in die fase misten we net even wat controle ook in die wedstrijd. We hopen als supporters en natuurlijk DVS-TV-kijkers dat het komende zaterdag weer net zo'n uitslag wordt. Daar zou ik voor tekenen. Ja, we hebben een paar mooie goals gezien natuurlijk afgelopen zaterdag. Maar ik moet ook zeggen dat het team gewoon uitstekend gepresteerd heeft. We hebben eigenlijk goed keuze gemaakt van waar ligt eigenlijk de zwakte van de tegenstander. Dus we hebben eigenlijk wel een klein beetje anders gespeeld dan normaal. Maar het heeft de groep hartstikke goed opgepakt. En door blijven gaan tot het einde. En dan word je ook een keer beloond met een fantastische goal en drie punten. Heel veel succes zaterdag en trek het goud door, Roland. Gaan we doen. Naast mij de man of the match van afgelopen zaterdag in die wedstrijd tegen Jong FC Volendam. En tevens aanvoerder. Hoe kom je daar nou bij, Maurice? Ik heb wel eens gesprekken gehad met de trainers en zo. Of ik de ambitie had om aanvoerder te zijn en zo. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheden, dus ja. Dat ligt mij wel, vind ik. Dus, ja? Je vond dat je daar zelf gewoon aan toe was, Maurice? Ja, we hebben meer jongens die rol kunnen pakken. Hoor. Maar jonge jongens helpen, zoals ik zelf ook ben geholpen toen ik net bij het eerste kwam en zo. Ja, dat, eigenlijk gaat dat gewoon vanzelf en zo. Dus, Maar ik heb het gevoel alsof jou dat ongelooflijk goed doet. Want ik heb je zelden zo gretig gezien als nu het begin van het seizoen. Ja, ik denk dat meer met fitheid te maken heeft ook. Ik heb nog wel wat pijntjes, maar het belangrijkste is dat die enkel gewoon... is nog niet helemaal op kracht, die is nog niet 100%, maar... ik kan gewoon bijna vrij uit voetballen, zeg maar. Dus Bijna vrij uit, dat betekent dat je nog iets beter kan. Jij streeft steeds meer naar meer en meer, hè?
Ja, tuurlijk. Ik wil gewoon, zolang er nog rek in zit, zeg maar, wil ik beter worden gewoon. Dus, wist je zelf dat je zo snel was? Want ze nu en dat stond ik hebben versteld. Ja, ik wist het wel. Ik kan nog wel iets sneller, maar de hamstrings zijn een beetje stijf. Dus, typisch voor een voetballer, hè? Ja. Die stijfheid van de hamstrings dan, hè? Ik loop ook wat stijf, dus... Ja, helemaal niet soepel eigenlijk. En waarom ging je liggen bij dat schot van Roald? Uit respect of zo voor Roald? Ja, tuurlijk. Nee, het was een verdedigende actie en ik maakte een sliding. Dat doe ik normaal nooit, dus toen schoot kramp wat erin. En toen schoot Roald hem erin, dus ik dacht dat blijf ik ook maar even liggen. Gelijk wat minuutjes erbij pakken en... Gelukkig wonnen we door die goal dus. Ja, ik dacht even van die van jou, dat is de mooiste. Maar toen kwam een blonde linksback naar voren. Ja, ik zei al, baas boven baas. Hij moest nog mooier doen dan ik. Maar het is hem gegund, het was een hele mooie goal. Dus hopelijk maakt hij er nog meer van zulke. Durf jij ook wel zo op de rand van zo'n omheining te springen? Ja, dat laat ik aan hem over. Ja. Dat kun je beter niet doen, hè? Ik ben er wel overheen, niet erop. Precies. Maries, je zit gewoon lekker in je vel, dat constateer ik. Jawel, ja, gewoon het gaat goed, leuke groep en zo. Dus en ik voel me thuis hier, dus ja, daar heb je gelijk in. Hartstikke mooi. Heb jij ook wat met Olympische Spelen? Kijk je daar ook naar? Ik kijk heel weinig. Basketbal kijk ik een beetje de uitslagen van Amerika. Want mijn broertje en ik zijn wel fan daarvan. Dus dat probeer ik een beetje in de gaten te houden. Maar voor de rest weinig eigenlijk. Ja, Usain Bolt had gewonnen, had ik gezien. Maar... Ja, inderdaad. Die had zijn serie weer met het grootste gemak gewonnen. Maar zo'n Estefana Polman, heeft dat wekt dat niet je interesse? Nee. Ik hoorde alleen dat Daphne Schippers een beetje gefaald had. Ja, die had een lichte liesblessure en die kon dus op die 100 meter niet uit. Maar dat komt weer goed. Ja. Maar die handbalmeiden, dat interesseert je niet. Vrouwen interesseert je sowieso helemaal niet, maar is er wel. Jawel, maar ik had net op Facebook trouwens gezien dat ze van Brazilië gewonnen hadden. Maar samenvatting of iets, daar krijg ik niks van mee. Dus. Dat is echt een fantastische prestatie. Dat is de nummer 1 van de wereld, hè, Brazilië. Ja? Ja, dat is, echt ongelooflijk. Ik ken wel één dame, Angela Malenstein heet die. Die zit ook bij het Nederlandse handbalteam. Die ken ik via weer dus. Oké. Okay. Hey, wat verwacht je van deze competitie? Wat is jouw drive? Wat ik verwacht? Ja, ik hoop dat we bovenin meedraaien. Maar het is nog moeilijk om te zeggen. Als je naar vorig jaar kijkt. Ja, voetballend zijn we eigenlijk nooit te minderen. Misschien bijna altijd wat beter dan de tegenpartij. Alleen ja, soms kleine foutjes achterin. Zaterdag onoplettendheid bij de hoekschop. Misschien een beetje door de wissel ook. Maar ja, dan krijg je toch weer een goal tegen. Gelukkig maakt Roald die dan. Dat winnen er dan. Maar ja, het kan ook misgaan. Ja, wat ik verwacht van andere ploegen... Dat weet ik niet zo. Ik wil gewoon naar onszelf kijken, ons eigen spel spelen en dan moet het wel goed komen. Hey, bevalt jou die zwervende rol? Want je bent echt heel erg veel aan het zwerven. Hè? Dan zit je op rechts, dan zit je op links, dan in het midden. Ja, dat zo speel ik wel het liefst. Dat was toen in het kampioensjaar, stond ik op papier ook links buiten, maar kwam ik eigenlijk ook overal. Dat is gewoon een beetje mijn spel. Dus... Raak je langzaam zeker al een beetje gewend aan Denis, Sabas of andersom? Ja, gewoon zo ook buiten het veld gaan we goed met elkaar om. Hele aardige jongen. Alleen moet nog een beetje fijn getuned worden binnen de lijnen, zeg maar. Maar dat komt wel goed. Oké, we hebben er het volste vertrouwen in. En DVS TV-kijkers, oh, die volgen je op de voet, jongen. Man of the match. Ja, ik... Ja, ik hoop nog veel mooie dingen te kunnen laten zien. Dus. Dat hoop ik ook. Hey, bedankt voor dit interview. Okay. Dankjewel. Succes met je aanvoederschap. Ja, dankjewel. Maak er wat moois van. Jongens. Maak die groep gek, Maurice. Ja, komt goed. Oké.